Het is niet voor iedereen even gemakkelijker om de weg naar een sportvereniging te vinden. Om dit gemakkelijker te maken werd vandaag het Live Goals Festival in Nijmegen georganiseerd. Plein 44 stond een teken van een straatvoetbaltoernooi en er waren laagdrempelige sportactiviteiten. Allemaal om de sport voor iedereen te stimuleren. Samen met onder andere coördinator Rick Jansen en wethouder Gete Visser werd het Live Goals Festival in Nijmegen vandaag geopend. Ook werd de Nijmeegse tak van Live Goals officieel gestart. Het doel hiervan is om kwetsbare groepen de weg naar de sportvereniging te laten vinden. Ik denk dat er een hele groep Nederlanders bestaat die zich wat minder welkom voelt bij een reguliere vereniging. En wij proberen wel die mensen naar een reguliere vereniging toe te laten bewegen. En daaronder extra begeleiding van maatschappelijk sportcoaches te laten sporten en met gelijkgestemden. En op die manier toch te laten participeren bij een vereniging. Volgens Jansen kan het lid zijn van een sportvereniging aan veel dingen bijdragen. Ik denk dat ik als geen ander weet vanuit eigen ervaring hoe fijn het is om te kunnen sporten. En om onderdeel te kunnen zijn van een sportvereniging. En waar we dat toe kan bijdragen. En ik vind het ook belangrijk dat dat voor iedereen zo is. En ik weet helaas dat dat niet voor iedereen het geval is. En daar draag ik in ieder geval graag mijn steentje aan bij om daarbij te helpen. Volgens wethouder Gete Visser is het heel belangrijk dat iedereen kan sporten. Dat is dus extreem belangrijk, want het is echt beter voor je gezondheid. Als je elkaar ontmoet, je kunt ook thuis gaan zitten gamen, maar bewegen samen met andere mensen. Dat is heel erg belangrijk voor een gelukkig leven. En daarnaast past het initiatief ook goed binnen de stad Nijmegen. Nou, volgens mij dat wij de tweede gemeente zijn in heel Nederland die nu een eigen stichting Live Goals hebben, dat zegt genoeg. Nijmegen is een hele sociale stad. We vinden het hartstikke leuk dat we midden in hartje Nijmegen deze mooie dag kunnen organiseren. Maar buiten deze dag om doet stichting Live Goals een heleboel andere dingen op een heleboel andere momenten voor mensen in Nijmegen die dat net zo erg verdienen dat dat georganiseerd wordt als alle andere mensen.